Hey, goed dat je kijkt naar weer een nieuwe IGN Masterclass. Vandaag weer Mario Kart 8 Deluxe samen met Kelvin. En we gaan vandaag een paar banen uitlichten waar je gewoon het snelste eigenlijk de tijd kunt neerzetten. Yes. Right, laten we beginnen. Alright Kelvin, we gaan een paar banen uitlichten waarvan jij weet... Ja. Oké, als je deze shortcuts pakt, dan ben je altijd ermee. Waar gaan we mee beginnen? Nou, even kijken... Er zijn natuurlijk heel veel banen in Mario Kart 8, dus niet allemaal. Hoeveel zijn er in totaal? 48 of zo, uit mijn hoofd. Ja. Nee, je ziet het vanzelf. Het zijn er flink veel. Start weer de timer, trail op. Yes. Zoals je ziet, elke cup heeft vier banen, dus het zijn er flink veel. Ja, exact. Laten we beginnen met de nachtmerrie van iedereen, Rainbow Road. Ja. En de shortcut, heeft dat echt nog invloed op de race? Of denk je, nou, het is... Nou ja, kijk, heel veel shortcuts in deze spellen, die kan je alleen maar doen als je een paddenstoeltje hebt. Okay. Dus als je eerste staat, dan is het meestal is dat lastig. Ja. Maar er zijn een aantal, vooral op deze baan, waar je het wel, waar je nog wel even flink kan afsnijden. Ja. Waardoor je sneller weer, als je achter staat, weer op de nummer 1 plek terecht gaat komen. Precies. Nou, in het begin van deze baan is het nog vrij straightforward. Sowieso je altijd op de groene blijven, want dan ga je mee. Ja. Ik zou hier links blijven ook. Mm-hmm. Ook zit die boost daar rechts. Links kan je ook flink afsnijden. Want je gaat hier en dan ga je hier van de baan af. Oké. Okay. En hier ga je dan ook weer van de baan af. Oeh, zo. En dan snij je echt een flink stuk af. Ik heb al meerdere keren gehad als je dan online speelt en je staat een beetje achter. Ja. Dan doe je dit. En dan sta je meteen twee of drie plekken voor. En dit mag gewoon, geen penalty, geen niks. Nee. Dit mag gewoon. Ja, ik betwijfel of het nou echt een soort van officieel iets is. Of dat de bedoeling was of niet. Ja. Maar het werkt in ieder geval goed. En ze hebben het er niet uitgehaald van de vorige versie. Dus oké, cool. Ik ga ervan uit dat het niet illegale move nee, is. Nee, inderdaad. Dus hier moet je altijd op de groene blijven. Dit verandert dus. Ja, deze switcht tussen elke ronde. Oké. Switcht. Leuk woorden, God, dat je dat goed hè? Nou, ja, maar in ieder geval, hier deze is niet per se super nodig. Ja. Nou, trouwens wel, want je moet hier op dit stuk komen. Ja. En dan ga je gewoon zo. Je rijdt er gewoon af. En je kan het hier ook nog doen, als je wil. Hoppa. Daar heb je wel echt een paddenstoeltje voor nodig. En dan kun je gewoon drie plekken winnen in principe. Ja, en als je eerste staat, dan haal je wel echt zo je voorsprong voor, zeg maar. Oké, helemaal goed. Alright, laten we een andere baan erbij pakken. Yes. Alright, deze baan zit er echt vol mee. Ja. Je kan hier nu al, in principe kan je zo doen. Zeg maar. En dan, nou ja, dat vanuit gaan dat je drie mushrooms hebt, zeg maar. Ja. Dat heb je niet altijd. Maar je zit hier genoeg plekken waar je gewoon met een mushroom van de baan af kan. Ja. Dat moet je sowieso altijd doen. Want anders heeft het geen nut. Ja, nou ja, elke baan heeft wel bepaalde punten waarbij je dus... gewoon over een stukje waar je eigenlijk normaal gesproken niet overheen kan rijden. Ja. Dan kan je er gewoon wel over. Met een mushroom en dan snij je echt super grote stukken af. Bijvoorbeeld, laat ik nu even wel zien. Het zit hier. Hier rechts. Mm-hmm. Gewoon zo. Oh, dan snij je best wel een groot stuk af inderdaad. Ja. En dan heb je echt een mushroom voor nodig. Ah, als je dat niet hebt, dan wordt het heel lastig. En dan, je gaat ook langzamer natuurlijk als je op het roze gedeelte komt. Als je daar normaal overheen rijdt, dan verlies je juist... Dan verlies je juist tijd en dan kom je alleen maar meer achter. Precies. Dus het is wel echt een gokje wat je moet wagen. Ja, en als je een ster hebt, dan heb je helemaal geluk, want dan kan je gewoon eroverheen blijven rijden. Dan, dan kun je overal doorheen. Ja. Maar ja, dan sta je ook wel ver achter als je dat hebt. Meestal moet je dan wel rond de achter zo. Ja. En met deze tips heb je dat natuurlijk niet. Nee. Dat, je hebt er bijvoorbeeld één. Oh ja. Zo. Hoppa. En hier rechts weer. Maar heb je hier wel een ding voor nodig? Oké. Altijd die jump gebruiken. Hier eroverheen. En dan moet je hier direct naar rechts, hè? Ja, ik heb nu geen mushroom. Als je een mushroom inderdaad hebt, dan kun je er gebruik van maken. Precies. Nou, dat was dus op deze baan. Alright. Laten we de volgende bijpakken. Yes. Alright. Trump Ruins. Yes. Nou, hier zie je er echt wel meteen één aan het begin. Als je links daar. Ja. Je kan hier al zo. Ja. Heb je ook een boost voor nodig, maar dan kan je zo en dan nou. Hoppakee. Hoppa. Dit is trouwens ook een goede tip. Elke keer als je dus zo van die boost pads aan de muur hebt. Ja. Of je kan gewoon hier langs de binnenkant. Langs de binnenkant is altijd sneller. Oké. Okay. Dus ook bij deze bijvoorbeeld. Nou, hier is het trouwens wel snel als je zo gaat. Ja. Maar heel veel banen in dit spel hebben dat je gewoon op de muur kan rijden met van die boost pads. Ja. Maar dat is niet sneller dan wanneer je gewoon de binnenbocht neemt zonder die dingen. Dus je moet altijd die binnenbocht pakken. Ja. Hoe dan ook. Ja. Oké. Bijvoorbeeld hier heb je er weer één. Ja. Hoppa. Ja, je ziet ze meestal wel een beetje aankomen, toch? Ja.
Dus het is geen geheim. Maar het is ook wel echt een kwestie van timing. Je moet wel echt ook goed op dat moment... Ja. Ja, die dingen hebben, die mushroom en zo. Of juist een ander soort ding. Je moet wel zeker van je zaak zijn, anders... Ja, precies. Anders ben je plek ja, ik laat zo meteen wel eentje zien op een andere baan. En die is wel echt... Die is heel moeilijk om te doen. Maar als je die doet, dan snij je wel ook een heel groot stuk af. Dus het is een beetje een risico... Risk-reward. Het is altijd een risico dingetje, oké. Okay. Dus zorgen dat je altijd die binnenbocht pakt. En als je de keuze hebt, altijd binnenbocht in plaats van boost pads. Yes. Heel goed. Nou, dan hebben we deze. Dit is ook zonder mushrooms hier. Zo. Okay, heel goed. Doe Hoppa. Hier springen. Want hier kan je dan ook zo doen. Oeh. Dat is wel leuk hoor. Dan ga je in één keer door. Ja. Dus dit is de allermoeilijkste baan, zeg jij? Nee, niet de allermoeilijkste, maar... Is gewoon een wel van moeilijk. De moeilijke. Ja. Oké, okay. Dus hier zijn de shortcuts ook een stukje moeilijker. Ja, alright. Sowieso hier bij dit soort dingen ook altijd boosten en springen, uiteraard, zoals we eerder besproken hebben. Ja. En dan ook natuurlijk weer hier. Hoppa. De shortcuts zit pas aan het einde, de afsnijroute. Dus er zijn niet gek veel shortcuts in deze baan? Nee. Maar wel veel die binnenbochten pakken? Nee, dus eigenlijk is er maar één, maar die laatste is wel echt een flinke als het lukt. Maar daar heb je wel dus je mushroom voor nodig. Ja. Oké. Okay. Tenminste, dat helpt heel erg. Ja. En hier trouwens altijd, je kan van tevoren kijken waar die bliksemschichten raken. Dus zo kan je zoveel mogelijk van die boostpads raken zonder dat je wordt geraakt. Mm-hmm. Oké, okay. Zie je die blaadjes? Ja. Die moet je zeg maar zo. Oké. Ja. Ah, het kan ook zonder. Oeh, dat is wel lastig hoor. Ja. Nu lukt het, omdat ik nu gewoon zonder enige afleiding met je in eentje aan de race bent, maar met een hele groep, zeg maar. Als je met computers bent of met online, is het wel een stuk moeilijker. Dan kun je zo afgenokt worden in principe. Precies, maar je moet ook wel snel genoeg trouwens. Als je niet snel genoeg gaat in topsnelheid, dan val je er ook wel af. Ja. Want deze shortcut zie je niet echt goed van tevoren aankomen. Volgens mij lag er wel een muntje, maar het is wel... Je moet het wel weten natuurlijk. Ja, precies. Ja, ik heb het ook zelf heel vaak geprobeerd en dat het dan net niet lukte. En als je het dan mist, dan is het wel echt dan... Ja, dan sta je wel weer flink achter. Ja. Dus het moet wel echt zeker van je zaak natuurlijk. Zijn. Maar kijk, als je een boost hebt, dan ga je helemaal even met de mushroom gaan proberen nu. Ja, inderdaad. Dan gaat het helemaal. Je moet een beetje zo'n driften erin. Oeh, bam. Ja, inderdaad. Dan snij je echt wel een flink stuk af. Ja, dit is mooi hoor. Ja, de meeste maps is eigenlijk gewoon altijd de tip. Als je een bocht hebt met daartussen in de bocht een stukje waar je normaal gesproken niet doorheen kan rijden. Ja. Gewoon er doorheen boosten, dat is altijd... Altijd goed. Altijd goed, maar dat kan alleen maar met zo'n mushroom en niet met een drift. Dus dat is lastig. Je moet altijd een mushroom hebben. En een mushroom krijg je niet als je op nummer 1 staat. Precies, dus... Maar om naar voren te gaan is het wel handig natuurlijk. Ja. Goed, Kelvin. Hoe heet deze baan? Shy Guy Falls. Dat Shy Guy Falls, alright. Op de 2 starten. Nou, dat is net iets te laat. Net iets te laat, ja. Ja, ik vind het zelf wel moeilijk hoor, om het echt op het goede moment te doen. Die timing moet je wel echt down hebben, omdat... Je moet altijd wel ready zitten inderdaad. Precies. Alright, waar is de allereerste shortcut? Nou ja, niet echt. Hier moet je sowieso zo links en rechts over deze dingen. Ja. En je ook gewoon binnenbocht nemen, hoppa. Mm-hmm. En dan... de eerste, eigenlijk ook weer de enige, zit hier op het einde. Meestal zit ze op het einde in dit spel. Dacht ze bij Nintendo, dat is leuk. Maar kijk, hier zo zit hij. Heel verborgen. Oeh. Zo. Ja. Maar ook lastig deze, want dan kan je nu alsnog van de baan afrijden als je niet oppast. Ja, inderdaad. Dus zie je? Zit ik tegen de muur aan nu? Dat is wel echt heel hard. Dus ik weet niet in hoe... ik zit hier als een botsautootje tegen de muur te gaan. Ja, inderdaad. Gelukkig kan dit aan. Dus ik betwijfel of deze nou echt daadwerkelijk veel sneller is. Ja. Maar het is in ieder geval wel één. Het is wel een twijfelgeval. En deze kan je volgens mij niet doen zonder boost. Of tenminste, dan heeft het niet zoveel zin. Oké. Okay. Kijk, als je nu gewoon normaal doorheen gaat. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Zie je? En dan fight in. Dus je moet altijd die mushroom gebruiken. Ja, bij deze wel. Ja. Er zijn ook sommige dus, net als bij die we net hadden. Die Cloud Top Cruise, of weet dat ding. Ja. Dan werkt het dus wel. Maar de meeste shortcuts werken het beste als je een boost hebt. Oké. Okay. Ik heb er nog wel eentje. Deze, ja, dit is dus een aparte baan. Want deze heeft, dit is in één stuk door. Dus deze heeft geen rondes. Oké. Okay. Even een aantal. Ja. Van dit soort banen. 2 of 3 volgens mij. En dan... Je gaat gewoon van begin naar het eind. Oké, dus het is echt één lange race wat je doet. Dus ik moet het hier in één keer goed doen, anders... want je komt niet meer terug op dat punt. Ja. Oké. Nou, we kunnen wel terugrijden natuurlijk, maar... Ja, hier komt hij eraan. Deze is ook heel moeilijk hoor. En deze kan je... Weet niet zeker of je deze ook zonder mushroom kan doen. Dan gaan we even testen. Mm-hmm. Hier meteen rechts. Met een klein klifje zie je dan. Kan wel.
Dat is dan de eerste. Oké, okay, ja. Hier is er ook nog eentje. Tenminste zo. Hoppakee, oh. Nou, dan kan je zo overheen springen als je goed bezig bent. Ja. Deze is het ook, kan je ook flink wat winnen door dus goed te timen met die boostpads hier. Ja. Dat je ze alle drie raakt. Ja, dat je in één keer door kan. Is het ook weer een geheime? Mm-hmm. Nou ja, geheime. Je kan niet door de bomen heen. Je kan niet links en rechts. Oh, oké. Okay. En je moet hier gewoon rechtdoor. Ja. Hoppa. Je kan ook, ja, normaal gesproken moet je dit gewoon over de links naar rechts, over die baan. Ja. Nu kan je gewoon tweede ronde. Nou, hier zit ook niet zo heel veel meer. Maar hier is ook de tip gewoon, hier moet je heel veel driften. Ja. Hoort dat je die oranje dingen alsof je echt een beetje aan het skiën bent natuurlijk. Ja, ja, inderdaad. Dat is het idee. En hier kun je ook gewoon mashen die knop. En hier kun je hem gewoon in blijven drukken de hele tijd. Ja. Oké, okay, heel goed. Ja, als je heel veel van die dingen achter elkaar hebt, ja, gewoon blijven indrukken en dan werkt het meestal heel goed. Oké. Okay. En hier gewoon zo, hoppakee, en dan door al die dingen heen natuurlijk. Die geef je een boost. Ja. Nou, als je aan het einde nog mazzel hebt, ik heb inmiddels mijn dingen opgebruikt, maar dan ga je hier doorheen. Oh ja, zie over hier. Dan heb je nog een mushroom en dan kun je er overheen springen. Kijk, dat ben jij hoor. Ik hoppa. Ja, dat ziet er goed uit hoor. Het blijft toch altijd lastig hè, Mario Kart? Ja. Ongelooflijk. Ja, leuk. Nee, dat waren alle shortcuts van de banen die jij zo hebt uitgelegd even snel voor ons. Nou ja, vooral de tip ook nog, trouwens, als laatste. Ja, nee, is experimenteer vooral. Ja. Want er zijn heel veel plekken waar je dus je eigen shortcuts kan creëren als je een beetje creatief bent en met boosts en zo. En dat je een beetje kan aftasten of je een mushroom nodig hebt, ja of nee. Ja, precies. Nou ja, meestal voor die echt die onbedoelde shortcuts heb je wel mushrooms nodig. Dat je dan off-track gaat. Ja, precies. Maar de normale shortcuts kan in principe ook zonde. Ja. Nou, helemaal goed. Alright. Nou, thanks Kelvin voor deze masterclass. Ik hoop dat je wat aan hebt. Ja, nee, zeker. Want ik ga zo dadelijk mijn potje doen. En dan ga je ervan uit dat ik wat sneller ben deze keer. Vergeet niet te liken en te abonneren op dit kanaal. En we hebben nog meer Mario Kart masterclasses staan. Dus vergeet die zeker ook niet te checken. Tot de volgende keer.